Het was dan wel een 3-0 overwinning op de Verenigde Staten, maar toch werd er door het Nederlands team niet echt goed gespeeld. Er was veel spanning in de ploeg. Voor een punt, we gaan agressief. Ze willen ook agressief spelen, maar de ballon maken we een gat in en we gaan doorheen. De oppeppende woorden van aanvoerder Avital Selinger en het team voor de wedstrijd. Argentijnse ploeg, heel oud. Al sinds 1982 zijn 5 basisspelers bij elkaar. Ongelooflijk ervaren team, derde bij de Olympische Spelen in Seoul. Bijna alle Argentijnen spelen in de Italiaanse competitie. En worden voor zo'n toernooi dan een paar weken bij elkaar gehaald. En moeten dan op zo'n toernooi bewijzen dat ze nog steeds bij de wereldtop horen. Dit zal het laatste toernooi zijn waarin de Argentijnen met deze oude formatie kunnen spelen. Dan moet er echt jong bloed komen. 5 spelers van de Argentijnen speelden al Olympische Spelen van 1984 en van 1988. En het wereldkampioenschap van 1982 en 1986. Bekende namen: Waldo Kantor, spelverdeler, Quiroga, Hugo Conte, Martinez en Uriarte. Nederland gestart in zijn eigen basisopstelling met Avital Selinger als spelverdeler, Edwin Benne hier in beeld en Ron Zwerver als de hoofdaanvallers, stoppers, middenaanvallers Henk-Jan Held en Martin van der Horst. En het was de vraag of de geweldige spanning die in het team zat gedurende en ook nog na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten, of ze die onder de knie gekregen hadden en of ze in staat zouden zijn om dit Argentijnse team te pakken. Ze hadden eerder dit jaar van Argentinië gewonnen tijdens de Goodwill Games. Erbij gezegd dient te worden dat het team van Argentinië toen niet helemaal in zijn sterkste opstelling was en ook nog niet lang bij elkaar. Maar er zat toch hoop in dat Nederland tegen dit Argentinië een kans zou hebben. Op de Olympische Spelen in 1988 versperde Argentinië de weg naar een plaats bij de laatste 4. Nederland werd toen 5e. Argentinië 3e. Weinig kansen voor het Nederlandse blok. Deze smash van Kunda. Kunda is een van de jongere spelers. Zaterdag, vandaag wordt hij 22. Rondzwerver goed vrijgespeeld door Avital Selinger en ingeslagen. Martin van der Horst had toch wat last van de blessure aan zijn schouder die hij opliep na die botsing met Avital Selinger in de eerste wedstrijd tegen de Verenigde Staten. En een score voor Nederland. Argentinië 2, Nederland 1. De wedstrijd begon vannacht om 1 uur onze tijd in Brazilia. De plaats waar 2 voorrondepools gespeeld worden van dit wereldkampioenschap. Er zijn 4 groepen. 4 groepen van 4 landen. En die spelen eerst een halve competitie tegen elkaar. En dan gaan de nummers 1, 2 en 3 gaan door voor de verdere strijd. Met nummer 8 Waldo Kantor. En met nummer 9 Quiroga. Raúl Quiroga, spelend ook in Italië. Technisch fout van spelverdeler Avital Selinger, dat overkomt hem niet vaak. En een time-out al van Harry Brokking in het begin van de wedstrijd. En het loopt duidelijk niet in het Nederlands team. Stop van Ron Boudry is niet goed, technisch fout. Henk-Jan Held kan er niet bij. Martinez speelt in het Franse Cannes. Ron Boudry, aanvallend goed. Het Nederlands team is uitgebreid gescout door de zeer geraffineerde en ervaren Argentijnse coach Muchaga. Eenhandige setup, prachtig achterover van Waldo Kantor. Speelt in Catania, dezelfde ploeg waar Peter Blanger en Rob Grabert gaan spelen in Italië. Selinger. Aanval van Ron Boudry gestopt. En via het blok uit en weer scoren voor de Argentijnen.
6-2. Het gaat heel snel. Martin van der Horst. Wel is niet snel genoeg voor hem. En via de schouder van Henk-Jan Held gaat deze aanval van Quiroga buiten het veld. Hugo Comte met de opslag. En weer dat ijzersterke blok, maar nu spat de bal via het blok uit. Ron Boudry. Blok is goed nu. Dan weer deze concentratiestoornissen. En Quiroga, bijna 28 jaar oud. Zwerver. Hij komt er absoluut niet door. Het Argentijnse blok heeft zich volledig ingesteld op de twee Nederlandse hoofdaanvallers. Ron Zwerver en Edwin Benne. En Avital Selinger tikt hem in één keer door. Het ziet er niet ontzettend zeker uit bij het Nederlands team. Uit en niet aangeraakt. Vierde punt voor Nederland. Goeie aanval in het midden. Goed door Henk-Jan Held voorzien. Slechte stop van Ron Zwerver. Is niet in de wedstrijd. Ron Zwerver, die de grote trekker is van het Nederlands team. Een van de absoluut beste volleyballers van de wereld. Die zijn lot verbonden heeft aan het Nederlands team. Tot 1992 gezegd heeft bij dat Nederlands team te blijven. Ondanks zeer lucratieve aanbiedingen uit het volleybal Walhalla Italië. Hij wil absoluut bij dat Nederlands team blijven in deze samenstelling en met dit concept. Uriarte. Terwijl bij Salerno in Italië. Benne. Het verdedigt ook Kunda. Zwerven. Uitgeslagen. Niet aangeraakt. Het is eigenlijk in deze eerste set eenzelfde situatie als bij de Olympische Spelen in Seoul, waar Nederland eigenlijk favoriet was tegen de Argentijnen. Argentijnen eigenlijk voorbij leken te zijn. Hetzelfde situatie was nu hier waarschijnlijk toch wel het geval, want de Nederlandse spelers waren optimistisch voor het duel tegen Argentinië. Edwin Benne had het zelfs over een 3-0 overwinning die mogelijk moest zijn. Maar ervaring, samenspel, sfeer dreven de Argentijnen toch naar een hele goede vorm. Waldo Cantor, de spelverdeler. 30 jaar al inmiddels. Henk-Jan Held met nummer 3, de enige eigenlijk die min of meer op de been bleef in deze eerste set. Zwerven van achter de 3 meterlijn. Uitgeslagen. Ongelooflijk veel pech. Esteban Martinez. Stop komt goed. Benne. Met de lange man Hugo Comte tegenover zich. Ook spelend bij Catania. Stup lag eigenlijk iets te ver op het net.
En een wissel. Ron Boudry wordt naar de kant gehaald door coach Harry Brokking. En Martin Teffer komt erin. Die wissel ging heel succesvol, of was heel succesvol bij, in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Maar Martin Teffer treft natuurlijk ook in een winning mood zijn de Argentijnen tegenover zich. En dan is een invalbeurt wat lastiger. Hier de moeilijke situatie voor Martin Teffer met een heel groot tweemansblok tegenover zich. En Argentinië gaat door. Uriarte. Stopt dit goed. En nu komt de aanval van Ronswerven goed. Van achter de 3 meterlijn. Aanzwevend. En side-out voor Nederland. Opslagwisseling. Heel slim via dat blok. En de internationale volleybalwereld vindt dat een team met een 1,75 meter lange spelverdeler zoals Avital Selinger is eigenlijk niet bij de absolute top kan horen. Er moet te veel gecompenseerd worden door de andere blokkeerders. En ze zoeken natuurlijk ook voortdurend Avital Selinger uit als hij voor het net staat te blokkeren. Er moet ontzettend veel gecompenseerd worden. Over het algemeen staat Avital Selinger dan achter het blok, doet niet mee. Maar twee spelers moeten dan een totale lengte van 9 meter overbruggen en dat is vaak te lastig. ...12-7 achterstand voor Nederland. Uitgeslagen, veel risico genomen door Henk-Jan Held. Argentinië had de eerste wedstrijd tegen Canada met 3-0 gewonnen. En een overwinning in deze wedstrijd zou ze eigenlijk zeker het tot winnaar van de pool maken. En dat betekent dat ze al definitief bij de laatste 8 geplaatst zijn. En daarom was deze wedstrijd voor Nederland en Argentinië zo belangrijk. Slechte stop. En Martin Teffer kan niet anders dan de bal in het net slaan. En Argentinië speelt goed. De wissel Martin van der Horst voor Patrick de Reus. Na het vertrek van Zootsma, Blanger en Grabert in juli zijn er 3 nieuwe